Beste kijkers, we staan hier bij Brabants Museum Oud-Oosterhout en we hebben een hele speciale expositie ingericht die is gewijd aan 75 jaar bevrijding van Oosterhout. En dan speciaal gericht op de bevrijding van Vrachelen en Den Hout met de 1e Poolse Panzerdivisie en de slag om het Markkanaal. Een heel belangrijk deel van onze expositie bestaat uit foto's, documenten en allerlei voorwerpen van Michal Salewicz. Salewicz was een Poolse strijder die mee heeft geholpen aan de bevrijding van Oosterhout. Zijn zoon Wadek heeft aan ons deze voorwerpen en documenten in bruikleen gesteld. Het is een heel mooi verhaal geworden vanaf de geboorte in Polen tot aan met de reis die hij gemaakt heeft om uiteindelijk weer in Nederland te komen. Hier zie je heel mooi de reis die hij vanuit Frankrijk heeft gemaakt. En dan komt hij in Oosterhout en in Oosterhout ontmoet hij zijn vrouw, een meisje dan nog. Daar trouwt hij mee en dan krijgen ze 5 kinderen. En dan is Michal een huisvader en een Nederlands gezin en een heel mooi document is de film Mijn Poolse Opa en een deel uit het draaien wij in onze koffiekamer. Nou zeg, gestemd. Zeg, kom je maar trouwen. Hier ziet u in de vitrines een aantal voorwerpen van die onder andere uit de tentoonstelling van de Heemkunde Heerlijkheid Oosterhout zijn gekomen. Een aantal van onze eigen voorwerpen uit ons eigen werpen die we uit de schenking hebben gekregen van de familie van der Nat. In de koffiekamer draaien we een film en een deel uit die film is 12 minuten over het leven en het verhaal van Michal Salewicz. En nog een heel ander deel van de film gaat over de bevrijding van Oosterhout. Verder zien we in de koffiekamer heel veel foto's, ook met name over de bevrijding en dan vooral weer Den Hout en Vrachelen en het Markkanaal. U bent van harte welkom aanstaande zondag 17 november. We zijn open om 11 uur, maar het officiële gedeelte begint om 1 uur precies. Wadek Salewicz vertelt dan een kort stukje over zijn vader, waarna we de film gaan kijken. En daarna kan iedereen de expositie bekijken. OVSV op, Onze Vrijheid Staat Voorop. Dat is een koor, een gelegenheidskoor, waarin onder andere Nico Beekers, Thijs de Nekster, Jan Broekhoven deelnemen. U bent van harte welkom.